So, here we go. Take three. Welkom mensen, welkom bij mijn YouTube channel. Mijn naam is Nadira, mijn naam is Nadira. En een tijdje geleden heb ik deel 1 van mijn getuigenis, mijn testimony met jullie gedeeld. En ik heb jullie de vraag gesteld of jullie ook deel 2 wilden horen. En er zijn een aantal mensen geweest die gevraagd hebben voor deel 2. Het is ook tijd om deel 2 te delen. Het is ook tijd om deel 2 te delen. We leven in een tijd waarin er heel veel gaande is. En God is exposing light on a lot of darkness. En helaas zie ik nog steeds te veel mensen geestelijke deuren openen die niet goed zijn. En ja, ik heb er lang rond mee gelopen of ik dit ga delen, of ik dit wel of niet ga delen. En niet iedereen weet dit gedeelte van mij, alleen de mensen die mij dicht bij mij staan. Know my full story. But today we're gonna talk about it. Today we're gonna talk about it. En soms zien jullie me lachen. En sometimes I laugh just because it's intense. Or zenuwen. But the message is still real. So yeah, let's dive into it. Laten we ervoor gaan zitten. Oké. Jullie hebben kunnen zien dat ik, even kijken waar ik ben bekeerd en gedoopt in 2000, dus 2006, 2006 volgens mij, 2006, 2007. Ik heb mijn hart aan Jezus gegeven, ik was gedoopt en dat was gewoon de mooiste tijd van mijn leven. Dat was de mooiste tijd van mijn leven. En een paar weken na mijn dopen was ik weer in de kerk. Wel gewoon iedere week, maar dit bijzondere moment. Ik was dus in de kerk deze dag. En er werd toen voor mij gebeden. Er werd voor mij gebeden. En er is vaker met mij gebeden. Maar dit keer. Wow. Dit keer toen er met mij gebeden werd, something happened in the spiritual realm. En ik was in de kerk, er werd met mij gebeden en daar. There was a manifestation. Voor de mensen die niet geloven, lees de Bijbel en je kunt zien wat er allemaal gebeurde in de Bijbeldagen. We are people, we are human beings and we have a spirit and we leven in een geestelijke wereld and there are spirits out there everywhere trying, looking to possess, hoe zeg je dat? Zoeken mensen om in te kunnen huisvestigen. En onbewust of bewust kunnen we geestelijke deuren openen. En voor ongevraagde gasten. Gasten, ik weet niet of je gasten moet noemen. They are now welcome. But back to the story. So they prayed for me and there was a manifestation. Op dat moment dat er met mij gebeden werd, viel ik op de grond. En
Er was een struggle. Er was een strijd. Mijn lichaam was in strijd met iets. Met iets wat mijn lichaam niet wilde loslaten. En ik lag daar half bewust en onbewust. Ik voelde, ik zag wat er gebeurde. En I was somewhere in the spiritual realm. En het enige wat ik me kan herinneren is dat ik zocht naar kracht om de naam van Jezus aan te roepen. I was trying to call up on the name of Jesus. En het was alsof er iets mijn keel wilde dichtknijpen, zodat ik de naam van Jezus niet kon uitroepen. And I was fighting it, and I was fighting it. En terwijl ik daar op de grond lag, en de mensen van de kerk voor mij aan het bidden waren. Ja. Yeah. It sounds crazy, it sounds weird, but it's really like, we all have seen, some of us, the movie, I don't even want to say the name, with the manifestation of evil spirits, and it was just like that. And my body was fighting something. Something was fighting my body. And I was fighting and trying to call upon the name of Jesus. En uiteindelijk lukte het mij om Jezus aan te roepen. Jezus, Jezus, Jezus. And I screamed the name of Jesus. And that's when I felt how something is so disgusting. How something like slipped out of my body and crawled away like a snake. En op dat moment, it just really felt like a snake crawling out of my body. En op dat moment kwam ik weer bij bewustzijn. En kwam ik omhoog. En mijn hele lichaam deed pijn. Mijn hele lichaam zat onder de blauwe plekken. Because there was a spirit fighting my body because it didn't want to leave. There are spirits out there, when we do certain things, wanneer we bepaalde dingen doen, dan openen we de deuren en dan gaan ze wonen in jouw lijf, in jouw lichaam. Dat is de enige manier hoe geesten zich kunnen, hun werken kunnen doen. Hè? Wat ze willen doen. En op dat moment was ik me daar niet bewust van. Ik wist het niet. Ik wist niet dat ik geestelijke deuren had geopend. En ik kom er zo op terug. Maar ik was weer bij bewustzijn. Ik kon weer langzaam opstaan. Maar mijn lichaam zat onder de blauwe plekken. Onder de blauwe plekken. En ze hadden verder met me gebeden. En ze hebben me toen verteld dat this was a deliverance. Een bevrijding. En ik begreep het niet. Want ik dacht van, hé, maar ik ben toch bekeerd en nu gedoopt. Wat is er nu gaande? Waarom gebeurt dit nu? En ze hadden me uitgelegd. Op het moment dat je vanuit het duister, dus wanneer je nog in de wereld leeft en je hebt Jezus niet in je hart, in het licht komt. God exposed light on everything. So all the hidden rooms, the dark spots inside of you. God schijnt daar licht op. En alles wat daar zit, moet naar buiten komen. Het kan daar niet meer verscholen blijven. So nu was ik bekeerd, gedoopt. Jesus in my heart. And it had to come out. It couldn't stay there. En ik ging toen naar huis. En wauw. Ergens voelde ik me, I felt weird, I felt different. And it was like something sitting on my shoulder, alsof iets op mijn schouder zat. En tegen mij zei, I'm still here. I'm still here. Don't think I'm gone. I'm still here. And oh, wow.
It freaked me out. Want ik hoorde steeds een stem. En de stem was gewelddadig. De stem wat ik hoorde was gewelddadig. Dus de stem wat ik hoorde probeerde me ook, hoe zeg je dat, dingen in te fluisteren om gewelddadige dingen te doen. It was just an evil voice trying to put me doing evil things. And I knew like, wow, this is not God's voice. This is not, that's not even my voice. Because I would never do or think something like that. So where does this sound, this voice comes from? Waar komt dit geluid, waar komt deze stem vandaan? And I thought I was going insane. Ik dacht dat ik gek zou worden. Ik dacht dat ik gek aan het worden was. Ik dacht van, en op dat moment, ik vertrouwde niemand meer. Ik vertrouwde niemand meer in de kerk. Ik wilde dat niemand meer een hand op mij zou zetten om te bidden. Want ik dacht, wat hebben ze gedaan? Wat voor geestelijke deuren zijn nu geopend? En waarom ervaar ik dat ik nu allemaal stemmen hoor? En wat ik nu begrijp, is wanneer je bevrijd bent. Want je kan, hoe zeg je dat? Possessed zijn, dus dat er echt gewoon spirits inside of you leven, maar je kan ook oppressed zijn, dus dat de spirits je onderdrukken, dus dat je ze bijvoorbeeld in je huis hebt, dat ze niet binnen in je zitten, maar dat ze bijvoorbeeld in je huis zitten of in een ketting of een armband dat je draagt. En they will, de Bijbel zegt ook, they will go, but then they will try to come back. Ze zullen proberen terug te komen. En als je terugvalt in zonde of terug gaat dingen doen die je niet had moeten doen, dan nemen ze nog 7 andere spirits, demons met hun mee. So it gets worse. Ik was naar huis gegaan. Ja. En ik voelde, it just felt not good in the spirit. En die avond, ik weet nog, die avond, ik ging slapen. En I felt like something, als ik in de spiegel keek, dan was het alsof iets naar mij keek. En tegen mij zei, ik ben hier nog steeds. Ik ben hier nog steeds, je bent niet van mij af. It would look me in the eye and tell me that. En ik was heel bang. I felt so much fear. I felt so much fear. En ik ging toen slapen. En I was afraid. I was so afraid. Angst. Ik durfde niet te slapen. En toen liep ik in eerste instantie naar de slaapkamer naast mij, waar mijn moeder zat. Maar mijn moeder was die dag niet in de kerk. En die had ook niet gezien wat er allemaal gebeurd was. En ik denk dat zij op dat moment ook de intensiteit van wat er gebeurde ook niet begreep. Hè? En mijn moeder was wel geloofd, maar ze was op dat moment ook nog niet gedoopt. En dus I thought she thought maybe, yeah, okay, she didn't know how intense it was. En ik vroeg haar of ze voor mij wilde bidden. En toen zei ze tegen mij, want mijn zus is ook bekeerd en gedoopt. En zij zei tegen mij, vraag je zus, die kan goed bidden. Dus ik wilde naar mijn zus lopen en mijn zus vragen om voor mij te bidden. Maar toen was er ineens een snap in mij. There was a snap. En de snap was like, hello, it could not be dat ik bekeerd ben, gedoopt ben. En dat ik nu aangevallen word en bang ben. I was like, no way, I'm not gonna accept this. Dus terwijl ik dus eigenlijk de trap afliep om naar mijn zus te gaan, keerde ik terug. En I was angry. I was angry at what was happening to me. Ik dacht van nee, ik ga in mijn autoriteit staan. Ik ga dit niet accepteren. God heeft mij uit de duisternis weggehaald, in het licht geplaatst. Dus wat er nu ook aan de hand is, ik ga dit niet accepteren. So I went into prayer and I prayed and I cast out every demonic spirit that was trying to attack me in the name of Jesus. En ik heb Psalm 91, zoals mijn dooptekst, heb ik gebeden that nothing will happen to me. Nothing will happen to me. Mensen kunnen aan de linkerkant van mij wegvallen, aan de rechterkant wegvallen, maar God zal over mij waken. Het is zijn belofte. So I prayed it.
And I felt fear inside of me, but I stood in my authority and I prayed that. En ik ben toen gaan slapen. En ik heb die nacht ook echt als een baby geslapen. En I felt, zo voelde het, alsof er een, alsof, like, God's presence all around me. But it still, it felt like as if the enemy was trying to attack me, but he could not come through because God's presence was all around me. En dus ik heb die avond heb ik rustig geslapen. En de volgende dag, ik moest gaan werken. En toch ergens voelde het in de spiritual realm something differently. En ik bleef evil whispers horen, evil stemmen horen. En ik dacht van, Lord, what is going on? I'm not going mentally crazy right now, huh? What's happening? Ik bleef stemmen horen. En om dat ik ook angst had om ik vertrouwde niemand meer, want ik dacht van, wat hebben de mensen gedaan? Wat hebben ze gedaan? Ik ben naar de kerk gegaan, ze hebben met me gebeden en nu is er dit gebeurd. En ik heb een hele goede vriendin, ik heb ook over haar gesproken in mijn vorige video. Elisa, hè, door haar ben ik echt gaan zien, ja, de liefde van God. En zij nam mij toen ook altijd mee naar haar jeugd. En ik wist van, dat haar voorgangers goede mensen waren. En ik vertelde haar alles en zij vertelde mij, en dat gaf me ook geruststelling, van ja, in de Bijbel staat ook geschreven dat Jezus ook mensen bevrijdde. Jezus zette mensen, verloste mensen, bevrijdde mensen. En er waren mensen die inderdaad bezet, ja, possessed waren. The spirits were living inside of people. So, it is possible. En ja, en natuurlijk had ik nooit verwacht dat dat bij mij het geval zou zijn. Weird, like, that sounds so crazy. En weet je, iemand die bijvoorbeeld alleen maar aan het vloeken is, that can be a spirit. That can be a spirit that lives inside of you. Iemand die alleen maar aan het liegen is, that can be a spirit. An evil spirit that lives inside of you. Mensen denken dat je echt van alle hele dingen, heftige dingen gedaan moet hebben. Om die spirits, hoe zeggen de toegang te geven. Maar ik kom daar zo op terug. Ik sprak met mijn vriendin en ik vroeg haar nou of ik met haar voorganger kon praten daarover. En ik kon met haar voorganger erover praten. En ik ben toen bij haar geweest. En ik had hun verteld wat er allemaal was gebeurd. En zij gingen met mij in gesprek en ze gingen mij allemaal dingen vragen. Ze gingen mij vragen, wat heb je allemaal in het verleden gedaan? Heb je dingen met het occulte gedaan? En they tried to ask me as much as questions. Dus vragen stellen om erachter te komen wat voor geestelijke deur ik had geopend. En ik dacht van, ja, maar ik ben nooit bijvoorbeeld naar een waarzeggerij geweest. Dus dat is wat ik dacht van, dat is occult. Maar dat was niet het enige wat ik had gedaan. En wat dus geestelijke deuren voor je kan openen is sowieso alleen het lezen al van horoscopen. These are evil practices. God spreekt daar heel duidelijk over in de Bijbel om dat niet te doen. Wat ik had gedaan is, voordat ik tot bekering kwam, ik was zoekende en ik zocht naar manieren om mijn kracht te krijgen, om mijzelf kracht te geven, om vreugde te geven, om te ontspannen. Dus ik hield mij bezig met yoga, ik hield mij bezig met boeddhistische dingen. Ik ging naar yogacentra's, ik deed mantra's. En ik weet nog dat ik een yogaboek had gekocht en waarin je kon leren hoe je jezelf, hoe je eigenlijk moest van de grond afkomen of zweven. En dus ik hield mij daarmee bezig. Not knowing dat dat ook occulte is. Ik had ook een, ik was seksueel actief. Hè? En iedere keer wanneer je seksueel actief bent met iemand, it creates soul ties. Maak je ook weer geestelijke deuren open. Als je intiem bent met iemand die bijvoorbeeld ook actief is in het occulte. Ik had ook een ex-vriend die rituele dingen deed vanuit zijn cultuur.
En wanneer je dan intiem bent met zo'n persoon, dan neem je al die culturele dingen, al die spiritual things, die it connects with your spirit. So it's extra spiritual bondage. Al deze dingen opende geest, had ik dus deuren geopend voor spirits to come inside of me. Ik had als kind zijnde horrorfilms gekeken, duivelse films gekeken. Als kind zijnde hadden we een horrorfilm gekeken. En dan gingen we bijvoorbeeld spelletjes dat ze deden in de horrorfilms, gingen we dan wel eens een keertje uitproberen. Zoals, ja, just all kinds of games. We shouldn't be doing that, because we're opening spiritual doors. Daarom sinds dat moment, ik kijk geen horrorfilms meer. Ik kijk geen horrorfilms meer, omdat ik mijn ogen, mijn ziel, mijn geest niet wil openstellen aan geesten om bij mij binnen te komen. I'm telling you all. You need to be aware of what you're looking at. Wees bewust waar je naar kijkt, want je opent geestelijke deuren. Liedjes die je waarschijnlijk hebt gezongen. Woorden, de mantra's die je hebt uitgesproken. En bij mij, de eerste keer dat ik begon met bepaalde mantra's uit te spreken, en dat is daar waar ik ook wel zo'n dubbel gevoel over heb. Ik keek naar een film, I love the film, I love the singer. Maar dat was bij mij mijn eerste aanmerking van, hey, ik ga dit proberen. Ik had gekeken naar de film van God Bless Her Soul. What's Love Got To Do With It? En daarin werd een mantra gedaan. En de actrice benoemde dat ze daar inderdaad... It gave her power, it gave her strength. En ik dacht, ik ga dat ook proberen. So, that's where I started. And I felt good about it afterwards. Maar eigenlijk weet ik niet eens wat ik eigenlijk aan het zeggen was. Hè? Een boeddhistische mantra aan het uitspreken en... En wat ik dan deed, is dan zat ik op mijn bed en ik voelde gewoon hoe automatisch mijn handen bewogen. Hoe automatisch als ik stond, hoe automatisch mijn lichaam bewoog. It was like something magnetisch die mijn lichaam dus overnam en bepaalde bewegingen liet maken. Now I know... Ja, er zijn krachten en energieën in de wereld actief. These are demons. These are spirits. You don't want to go there. You do not want to go there. Ik had toen gesproken met de voorganger van mijn vriendin. Ik had hun dat allemaal uitgelegd. En ze hadden mij verteld. Oké, we kunnen nu wel met jou gaan bidden en jou totaal vrijzetten. Maar dat gaat geen zin hebben, want als jij weer terug gaat naar jouw huis en als jij nog steeds dingen hebt, zoals yogaboeken, kettingen, alles wat van de vijand is, dan heeft de vijand nog steeds recht om jou te claimen. So the enemy still has legal right. Dus ik moest naar huis gaan en ik moest mijn kamer schoonmaken. Ik moest alles weggooien wat daarmee te maken had. Kettingen, sieraden, boeken. Alles wat daarmee te maken had. Kledingstukken. Ik heb kledingstukken met drakenbeelden weggegooid. Because the dragon, the Bible talks about it. De draak is is Satan in de Bijbel. Like, why do you want a picture of a dragon? The dragon is Satan in the Bible. Like, I do not want that. Snake. I don't need anything of snakes in my house. Satan represents... Snakes represent Satans. You know? Dus al die dingen had ik weggegooid. Ik ben naar huis gegaan, ik al die dingen weggegooid. Terwijl ik bezig was met mijn kamer op te ruimen... voelde ik, naarmate ik naar bijvoorbeeld bepaalde plekken in mijn kamer ging... bijvoorbeeld naar een bepaalde la... voelde ik een bepaalde... alsof er een bepaalde...
zwaarte op me afkwam. Een bepaalde... Een feeling. It wasn't a good feeling. So ik voelde van, oké, there must be something here. Because I feel a bad energy around here. En mijn moeder, die had een gospelradio in de kamer ernaast aanstaan. En ik was dus aan het opruimen. En op het moment dat ze gingen bidden op die gospelradio. En toen gingen ze in tongen bidden. Something snapped inside of me. Something snapped inside of me. I freaked out. Ik kon het niet horen. Ik kon het niet aanhoren. Ik schreeuwde het uit. Maar ik wist dat dit ben ik niet. Wat er nu uit mij komt, ben ik niet. Dus ik weet niet wat het is, maar het... I freaked out, I screamed and I told my mother dat ze die radio uit moest doen. Want ik kon die tongen bidden, ik kon het niet aanhoren. Ik kon het gebed niet aanhoren. Dus er was weer een manifestatie van iets in mij dat het woord van God niet wilde aanhoren. Ik zei tegen mijn moeder, doe het uit. Ik kan het niet aanhoren. I freaked out. En toen begreep mijn moeder een beetje wat er aan de hand was. En zij hield mij vast. En mijn zus kwam er ook bij. En toen gingen ze zitten en toen gingen ze met me bidden. En toen werd ik rustig. En ik zei tegen hun, wat er nu gebeurt, want ik begon echt te hyperventileren, ademhalen heel snel. Ik werd heel onrustig van binnen. En ik wist van, maar dit ben ik niet. Ik hou van het woord van God. Ik hou van gospelmuziek. Waarom reageer ik er nu zo op? Because there was a spirit inside of me that didn't want to hear the word of God. Zo. Het was echt heftig, mensen. Het was echt heftig. Ik werd rustig. Ze hadden met me gebeden. Ik werd rustig. Die woensdag. Ik ben toen naar de kerk gegaan. De woensdagavond, gebedsavond. Terwijl ik naar de kerk loop. Hoe dichter ik bij de kerk kom, hoe meer ik een spanning op mij af voel komen. En een spanning van angst en paniek. Dus ik voelde die manifestatie weer omhoog komen. En ik stond voor de kerk en ik dacht van, maar wat is dit? Waarom durf ik niet naar binnen te gaan? Wat is dat in mij dat er zoveel paniek veroorzaakt? En ik dacht van, dit kan niet. Dit kan niet goed zijn. Ik weet niet wat het is, maar het is niet goed. I always love to go to the house of God. En nu ineens dit. Ik heb al mijn kracht bij elkaar verzameld en ik ben toch naar binnen gegaan. En ik ging zitten. En de pastor was aan het preken. En ergens op een gegeven moment voel ik weer dat ik ineens... Mijn adem begint ineens heel heftig te worden. En ik zeg tegen mijn zus die naast mij zat, die aanval komt terug. Ik ga een manifestatie krijgen. Er is iets in mij dat dit niet wil aanhoren. En mijn zus zet vervolgens haar hand op mij. En ze begint te bidden. En ik word weer rustig. Ik ben naar huis gegaan. Die zondag ben ik toen naar mijn vriendin, de voorganger, gegaan. En toen zouden echt... bevrijding gaan doen. Dus echt bidden. En cast out everything that is not of God. Alles wat in mij opkomt, moest ik dus I needed to expose it. Eruit laten, vertellen. Zodat het geen... zolang je dingen in... geheim houdt, kan de vijand jou daar nog claimen. If you... put the light of God on it. The enemy cannot claim you there anymore. Dus alles wat dus nog naar boven kwam. I just told them everything. And they were asking me. Okay, wat heb je toen gedaan? It was so intense. Ze hebben toen met me gebeden. And there were crazy manifestations. Dus alle dingen wat ik heb gedaan met yoga, met boeddhistische dingen, mantra's,
And I was also intimate. Ik was ook seksueel intimate. With my boyfriend. And zo kun je nagaan als met iedere partner met wie je bent, geestelijke bagage met zich meeneemt. En I remember op het einde van het gebed en de bevrijding. Op het einde wat er bij mij naar boven kwam, I said yes, I was intimate, yes, and who? Ik zag alle beelden wat ik ooit gezien had als kind zijnde van horrorfilms. Al die beelden zag ik zo voorbij komen. As if they were like all coming out. Dus waarschijnlijk wanneer je naar bepaalde dingen kijkt, je slaat het allemaal ergens op. En ik zag alles naar buiten komen, alles naar buiten komen, alles naar buiten. Every evil movie that I saw them coming out. I saw them coming out. En op het laatst, every person I was intimate with, I felt the spirits of them coming out. It was such a nasty feeling. Want ik voelde alle geesten van, ja, de personen met wie je dan intiem bent geweest. Off of my body. Out, 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 out. And after that, I cried like a little child. I cried like a little child. I felt so, ik voelde de viezigheid van all the spirits. En nadat alles eruit was, I cried like a little child. I cried like a little child. Een kind dat vrij is. I felt the chains falling off. Een kind dat vrij is. That's how I felt. Ik heb gehuild. Ik heb gehuild. Van al die gebondenheid, die kettingen, al die geestelijke bagage die je onderdrukken. I really felt them out, out, out. They had to leave. En sindsdien, I understand, begrijp ik de noodzaak, het belangrijk, waarom het zo belangrijk is dat het woord van God ook zegt, wacht, geen seks voor het huwelijk. Don't be sleeping around. Want ieder persoon heeft geestelijke bagage. En je neemt die geestelijke bagage mee. You create soul ties. You open spiritual doors. En dan moet je je voorstellen dat bijvoorbeeld jij bent die met die persoon. Maar die persoon is misschien ook nog met die en die en die geweest. En die en die en die is ook nog met die en die en die geweest. En al die die en 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 die. Wanneer jij met die persoon bent, komt allemaal op jou terecht. Ook met de yoga en het boeddhistische dingen en zo. God is heel duidelijk dat wij geen andere goden mogen aanbidden. Alle andere goden zijn gevallen engelen. Het zijn demonen. Die zijn demonic spirits. Wanneer je... some people believe it, some people don't want to believe it. I've been there. I do never want to go back there. Wanneer je yoga doet, you are making the posities die je aanneemt, zijn, posities die te maken hebben met de bewegingen van de afgoden. De bewegingen van their spirits. Elke yoga beweging is een beweging van the spirits. You can look it up, you can Google it, YouTube it.
Elke beweging heeft te maken met de beweging van een van de goden. Wanneer je voelt dat je lichaam automatisch bepaalde bewegingen gaat maken. These are energies, these are powers. There is a spiritual world, it's a spiritual realm. Yes, there are powers, but these powers are not from God. These powers are powers, the energy that you feel are spiritual, demonic powers, demonic energies. It's not from God. En je voelt je er misschien even goed bij, maar steeds moet je meer en meer en meer doen om weer diezelfde energieke gevoel te krijgen. And every time when you do that, you give them more, hoe zeg je dat? They take more and more and more possession of you. Het neemt steeds meer en meer en meer van jou in bezit. It's not your power. That's a lie. That's a lie straight from the hell. The devil is a liar. En ik dacht van, ja, het geeft me rust. Ja, ik voel me er beter. Ja, my mind opens up. No, you're trading something back for it. You're trading your soul for it. Because the enemy, he will give you certain powers. But he will snatch your soul. En de enige meditatie dat ik doe is mediteren op het woord van God. Mediteren op het woord van God. Ik ga nu ook niet meer zomaar dingen zeggen met je mond als je niet weet wat je zegt met je mond. Mensen, we kijken naar films, we luisteren naar muziek, we zingen bepaalde liederen. Wanneer je bepaalde liedjes zingt, je spreekt het met je mond. Life and death is in the power of your tongue. Weet wat je zingt, weet wat je uitspreekt. Want onbewust, you are cursing yourself. Onbewust, we are cursing ourselves. So it's better to speak life, speak the word of God. Yes. En ik dank God dat God me daar verlost van heeft, me bevrijd van heeft. And I've learned, oh God, I have learned to step into my authority. Want nu, wanneer ik, stel je voor, ik slaap en in je slaap de vijand probeert je aan te vallen, in je dromen, sleep paralyzed komt over je heen. I stand in my authority. I do not accept it. Ik laat ook geen angst over me heen komen. I cast that thing out in the name of Jesus. Mijn huis uit. Het geeft jou het recht om hier te komen, mij aan te vallen in mijn dromen. Eruit in Jezus' naam. It has to go. It has to go. I do not accept it. En ik weet dat er zoveel mensen, they sleep, they dream things, they being attacked. Kijk naar je omgeving. Waar kijk je naar? Waar zet je je ogen voor open? Waar luister je naar? Wat lees je? En ook, don't be smoking, no pot. Wiet roken, it opent een geestelijke dimensie. You do not need to open that. De enige toegang wat je moet zoeken is zoek Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid. That's the only connection that you need to have with God's heavenly realm. Don't be looking, trying to connect with the spiritual realm. We do not need to be there. And we cannot fight these spirits with our own muscles. Dus bescherming ga je niet vinden in een ketting. Bescherming ga je niet vinden in een armband. Bescherming ga je niet vinden in, hoe noem je dat? Die dromen, hoe zeg je dat? Dromen catchers. Nee, bescherming is in de naam van Jezus. Er is kracht in de naam van Jezus. I have seen the demons flee when I called up on the name of Jesus. Je hoeft niks te dragen om bescherming te krijgen. Roep de naam van Jezus aan. God gives you authority against those evil spirits. But you cannot fight demons with your own flesh, with your things.
Yes, there is power in the name of Jesus. Het staat ook geschreven. Hem is alle kracht, alle autoriteit gegeven in de hemel en hier op aarde. All the authority has been given to Christ. So, daarom kan niemand meer tegen mij zeggen dat God niet echt is, dat Jezus niet echt is. Because I have seen God, Jesus, fighting for me against the enemy. Hallelujah. I give God all the praise and all the glory. God is a good God. And we do not need to accept any anxiety, depression or fear. These are spirits. Command them to leave in Jesus' mighty name. Yes, yes. So, mensen, this was my testimony till 2. Wow. I know, it was a deep one. Oh. Wees niet bang. We hoeven niet bang te zijn. Want Jezus heeft alle autoriteit gekregen. De vijand heeft geen macht. Wanneer we in Christus zijn. He doesn't have any power. En Jezus is voor mij aan het kruis gestorven, maar ook voor jou aan het kruis gestorven. So, if you're fighting, if you're dealing with something, depression, anxiety, suicidal thoughts, fear, alles waar je geen vrede bij hebt, wat niet goed is, nachtmerries, pray about it. Call upon the name of Jesus. Ik bad Psalm 91, and that's a powerful prayer, and maybe I should read it. Psalm 91. I have the Dutch, the English version here. Ik moet even de Nederlandse versie erbij pakken. Laat maar kijken of ik die hier kan pakken. Laat maar kijken. Oh. 91 Nederlands. Oké, laat me kijken. Yes. Engels is die toch wel mooier. Maar ik ga toch mijn Bijbel pakken. Mijn Bijbel is echt uitgeleefd. Ik heb hem echt geleefd, maar ik ga hem toch even pakken. Moment. Ik heb hem echt uitgeleefd. Het is mijn eerste Bijbel. I really, really lived him. Ik heb ook nog een andere, maar deze is Nederlands. Oké, Psalm 91. Wie schuilt bij God de Allerhoogste, kan rustig slapen. Want de Almachtige beschermt hem. Ik getuig daarvan en zeg tegen de Heere, u bent mijn toevlucht, bij u ben ik veilig en geborgen. U bent mijn God en ik vertrouw alleen op u. Hij beschermt u tegen verraderlijke vallen en houdt vreselijke ziekte ver van u. Onder zijn vleugels vindt u bescherming en een toevluchtsoord. Zijn trouw is uw schild en weert de aanvallen van de tegenstander. U hoeft niet te vrezen voor de angsten van de nacht, noch voor de scherpe aanvallen overdag en ook niet voor de pest die zich in de duisternis verspreidt, of voor de vernietiging die in de middag toeslaat. Al sneuvelen 1000 mensen aan uw linkerkant of 10.000 rechts van u wordt gered. U zult het zelf zien. De straf treft alleen de ongelovigen. U, Heere, bent mijn toevluchtsoord. U hebt God, de Allerhoogste, als beschermer gekozen. Tegenslag zal u niet treffen en ziekten zullen ver van u blijven. Hij zal zijn engelen bevelen voor u te zorgen en u te beschermen, waar u ook gaat.
Zij zullen u op handen dragen en u zult niet struikelen. Zelfs als u een leeuw tegenkomt of op een adder trapt, gebeurt er niets. De Heere zegt, ik zal hem verlossen, omdat hij zoveel van mij houdt. Ik zal hem beschermen, omdat hij mij kent en mijn naam eert. Als hij mij roept, zal ik hem antwoord geven. Als hij het moeilijk heeft, zal ik bij hem zijn. Ik zal hem bevrijden en in ere herstellen. Ik zal hem een lang leven geven en hem mijn grootheid tonen. Halleluja. Halleluja, halleluja. Dit is het boek. Mijn kaft is er helaas af. Deze boek is nu ook echt wel meer dan 15 jaar oud, denk ik. Maar een van mijn eerste Bijbels. En dit is echt een hele fijne Bijbel om te lezen. Want hij leest heel makkelijk en het is gewoon heel erg, je begrijpt het gelijk meteen. Dus dit is echt een aanrader. Het boek voor als je een nieuwe christen bent. En de Bijbel wilt begrijpen, is het boek echt een aanrader. Zo, ja, dat was mijn getuigenis, mensen. Yes, God is a good God and I'm thankful. En ik wil u danken voor het luisteren naar mijn getuigenis. Ik wil jullie nog even updaten van waar ik mee bezig ben. Ik ben bezig geweest met het opzetten van mijn Woman of Purpose online cursus. In 2020 ben ik begonnen met mijn Woman of Purpose online cursus. Ik heb nu een 3-daagse versie ervan gemaakt. Check it out. It's a Woman of Purpose online cursus to help other ladies, andere vrouwen, te helpen om bewuster te worden van hun talenten en hun gaven. En te onderzoeken op welke manier ze hun talenten en gaven kunnen inzetten en hun doelen kunnen realiseren. So, I'm very, very happy about it. We zijn in 2020 begonnen en ik ben er enthousiast over. Ik ga hem verder doorzetten. Dus check it out. Ik ga het hier ergens posten. En, because it's time for God's children to rise up, to step out into their purpose. Het is tijd dat we opstaan. Opstaan en doen waartoe we tot geroepen zijn in Jezus' naam. Niet langer, er is geen tijd om te blijven zitten. There's a dark world out there. It's souls that don't know Christ, that needs to know the truth. Er zijn zielen daarbuiten die de waarheid moeten weten. Dat er bevrijding, verlossing, genezing in de naam van Jezus is. Ja? We hoeven niet onderdrukt door het leven te gaan. Jezus is voor ons aan het kruis gestorven. Zodat that we can have life in abundance. Dat we leven in overvloed kunnen hebben. Dat we rustig kunnen slapen. Dat wanneer we aangevallen worden, that we have the armor of God. We do not have to accept to be defeat or be, how do you know, slapped. We do not have to accept a life like that. We are victorious in Christ Jesus. Hallelujah. God geeft je vreugde. God geeft je blijdschap. God geeft je vrede. God geeft je liefde. God geeft je kracht. God is able. God is able. Ben je verslaafd? Ben je gebonden? Ga je onderdrukt door het leven? Jezus is bij machte om je te bevrijden en te verlossen van die dingen. Je hoeft niet onderdrukt door het leven te gaan. Halleluja. God is a good God. Thank you people. Vergeet niet te liken. Y'all know the drill. Like. Deel de video om iemand anders te bemoedigen en te inspireren. En abonneer je op mijn pagina. Abonneren is geheel gratis. En ik wil meer gaan praten ook over het woord van God. Zodat meer mensen bereikt en geraakt kunnen worden. De waarheid mogen horen. Dus support your sister. Abonneer je op mijn pagina. En dan zie ik jullie bij de volgende episode. I'm still working on my vlogs van Budapest. Maar die komen er ook aan. Maar deze had even prioriteit. Mensen, ik ga jullie een gezegende dag wensen. Een gezegende avond. En ik spreek jullie gauw weer. Love you people. Blessings. Ciao, 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 ciao.